Goedemiddag. Het is maandag 5 december en ook vandaag mag ik weer een mooie boodschap van aartsengel Raziel komen overbrengen, zou ik het haast zeggen. Ja, Raziel die brengt ons een belangrijke boodschap. Zoals eigenlijk alle boodschappen van Raziel belangrijke informatie bevatten, bevat deze boodschap dat natuurlijk ook. Ik nodig je eigenlijk ook uit om te kijken welk stukje van de boodschap van Raziel met jezelf resoneert. En doe daar dan ook iets mee, zou ik haast zo zeggen. Tenminste, dat is mijn advies voor jou. De boodschap van Raziel kun je natuurlijk teruglezen in een van de blogs, want die schrijf ik altijd voor je op en die vind je op mijn website. En in de nieuwsbrief zal ik natuurlijk ook naar deze boodschap verwijzen. De boodschap van Raziel die ik deze week mocht ontvangen luidt als volgt. Er wordt over de mensheid gewaakt. Er wordt gewaakt over de mensheid door een mooie en krachtige groep energieën vanuit het universum. Er is namelijk een verbond gesloten. Een verbond van verschillende energieën die samenwerken en waarvan wij, de engelen, zo zegt Raziel, er eentje van zijn. Het universum is groot en bestaat uit meer dan alleen de engelen. En weet dat wij ons verbonden hebben met elkaar en dat wij de bewakers van de mensheid zijn. Wij zijn met velen. En wij werken achter de schermen. Wij waken ook speciaal over de strijders op de aarde. Op en in de aarde zijn vele strijders, verdeeld in groepen en verschillende afdelingen. En ze hebben allemaal verschillende taken. Deze strijders komen de duisternis op een heel ander level tegen. Op een heel ander level dan de meeste bewoners van de aarde. Zij zetten hun leven letterlijk op het spel. Zij doen dat wat voor de meeste bewoners van de aarde verborgen zal gaan blijven. Een grote groep mensen kan het namelijk niet aan om de volledige waarheid te horen. Maar er is ook een gedeelte van de mensheid die de waarheid wel kent. En deze mensen waren in het begin ook geschokt en ook zij worden door ons engelen beschermd. De waarheid komt aan het licht voor velen en een ieder die de waarheid kent zal beschermd worden. Het duister krijgt zo niet de kans om haar energie te vatten. Het duister krijgt dus niet de kans om de energie van de mensen af te pakken. Er is een heuse strijd gaande. Eentje tussen licht en donker. Eentje tussen goed en kwaad. De mensheid is de speelbal. De speelbal van de machthebbers. Het duister verliest veel kracht en raakt veel van haar belangrijke pionnen kwijt. En dit mag zichtbaar zijn voor een ieder die bereid is om te kijken naar wat er werkelijk speelt. Het spel van het duister is er eentje van het herhalen van zetten. Over heel de wereld. En dit herhalen van zetten is aan het licht gekomen. De massa mensen die niets in de gaten hebben en klakkeloos geloven wat hun overheden zeggen, wordt minder. Zij reizen langzaam hun wenkbrauw en beginnen te denken dat er misschien toch wel iets vreemds aan de hand is. Polarisatie die het duister, of dat het duister als wapen gebruikt, dat lijkt zijn kracht te verliezen.
En de mensen gebruiken het steeds vaker als hun eigen wapen om voor het licht te strijden. Weet dat wij de engelen samen met ons verbonden kameraden voor alle mensen klaarstaan en dat wij de deken van bescherming over de aarde hebben uitgerold. Dat betekent dat er nu doorgegaan wordt met het opruimen van de pionnetjes van het duister. Het beperken van schade die is aangericht door het duister is een van de taken die wij op ons hebben genomen. Op de aarde staan vele, vele manschappen klaar. Zij staan in positie. Een positie om zichtbaar in actie te gaan komen. Als een waakzame moeder staan ze klaar. Elk met een extra bescherming van ons. Hun beschermengelen hullen ieder van hun met extra licht. De redders zijn ook op de aarde in positie gebracht. Ik, aartsengel Raziel, mag jullie vandaag vertellen, en dat is in het Engels, the boots are on the ground. De grens is bereikt en er is geen weg terug meer voor het duister. Het licht viert zegen en het duister heeft nog een laatste kans om zich over te geven, mocht ze dit willen. Time is up. De grens is bereikt. Tot hier en niet verder. Er wordt ingegrepen. Er zal een schokkende gebeurtenis gaan plaatsvinden. Dit moet gebeuren. Dit gebeuren is zo duidelijk dat een ieder die wakker is van binnen zal juichen. Zij hebben zich voorbereid en zij zijn er klaar voor. Zij kijken er helder doorheen en staan klaar om te helpen daar waar nodig. Zij laten niemand in de steek. De schokkende gebeurtenis zal echter ook velen een gevoel geven dat de wereld onder hun voeten uitzakt. Dat hun wereld instort. En dat is dan ook precies wat er gaat gebeuren. De grote groep mensen die door de media, een van de grootste wapens van het duister, gehersenspoeld zijn, zullen in angst en verbazing gaan schieten. En dat is ook precies de bedoeling. Het is de bedoeling dat deze groep mensen als uit een nachtmerrie wakker schrikt. Het is een manier van het universum om hun te kunnen bereiken. Op een vriendelijke en aardige manier is deze groep mensen de waarheid niet te vertellen. Het heeft geen zin. Zij staan er niet voor open. Zij zijn de volgelingen van het wapen van het duister. De media. Deze groep mensen wordt nu de kans gegeven om wakker te schrikken uit een nachtmerrie. En wij, de engelen, waken ook over deze mensen. Wij sturen hun heling en hulp. De macht, zoals men die nu kent op de aarde, is al veranderd achter de schermen. En het gaat steeds meer zichtbaar worden. Vele plekken op de wereld zijn al in volle verandering. De mensheid is daar al massaal opgestaan en heeft zich verbonden. De verandering is daar openlijk zichtbaar. Andere delen van de wereld worstelen nog met de wapens en de pionnen van het duister. Maar ook daar zijn nu dus de boots on the ground. Schrik niet wanneer er plotseling snel overal op aarde onrust ontstaat en er situaties worden gecreëerd waarbij het lijkt alsof de wereld vergaat. Ja, dat doet pijn. En ja, er zullen nog vele mensen meer de aarde gaan verlaten. En ja, de macht verdwijnt. Dit alles moet gebeuren. De maat is vol. De aarde met haar bewoners wordt bevrijd van het duister. Wees gerust. Wij, de engelen,
en alle helpers van het universum. En zij waarvan men op aarde dacht dat ze er niet meer waren, wij laten jullie niet in de steek. We helpen jullie helen. We helpen jullie te troosten. Wij zullen je bijstaan in de opbouw van een nieuwe wereld. Een mooie wereld. Een wereld waarin ieder in overvloed en vanuit dankbaarheid en liefde overvloedig kan leven. Wij gaan samen opbouwen. Alle plannen hiervoor zijn klaar om uitgevoerd te worden. Binnen nu en een paar jaar ziet de wereld er positief en veel beter uit. Heb vertrouwen en bereid je voor. Eerst door de grote schok heen. Dan samen met z'n allen een nieuwe wereld opbouwen. Deze wereld staat klaar en wacht op ons. Na de val van het duister, de verandering van macht, breekt een nieuwe bijzondere periode aan. En stap voor stap wordt dat nieuwe plan uitgevoerd. Er komen op medisch gebied grote veranderingen die velen op de aarde veel goeds gaan brengen. Er komt op technologisch gebied zeer veel grote positieve verandering. Maar deze wordt ten dienste gesteld voor de mensheid. Financieel gaat iedereen erop vooruit en wordt er eerlijk gedeeld. De voedselketen wordt veiliggesteld en gaat veranderen op een gezonde manier. Met zo goed als geen manipulatie meer. Veel troep die de mensen nu eten gaat verdwijnen. Spiritualiteit mag een enorme groei gaan krijgen. En mensen gaan weer leven vanuit hun intuïtie en komen tot bloei. Alles van waarde wordt opnieuw vastgesteld en er wordt opnieuw op waarde geschat. Niemand wordt meer onderdrukt. Leiderschap zal op een heel andere manier vormgegeven worden en dient nu de mensheid. De mensheid mag leren haar authentieke zelf te zijn. En de mensheid mag leren vrij te zijn. Blijf vertrouwen en hou je trilling hoog. Geef angst en paniek geen kans. Dit is de boodschap die aartsengel Raziel mij vanmorgen heeft laten opschrijven. Het is een boodschap die bedoeld is voor de wereld en niet voor mij alleen. Dat is dan ook de reden dat ik hem graag met je deel. Nogmaals, ik nodig je uit om te kijken waar jij mee resoneert, wat bij jou past, wat goed voor jou voelt. En doe daar dan je voordeel mee. Je weet hoe dit gaat met de filmpjes, hè? Ze komen op YouTube, ze blijven hier in de groep staan, moet je maar scrollen. Wil jij ook een nieuwsbrief ontvangen van mij? Nou, laat me even je e-mailadres weten, dan schrijf ik je in het lijstje erbij. Geen probleem. En voor alle rest wens ik je heel veel. Ja. Haast succes om op een mooie, prettige manier deze veranderingen te ondergaan. Ik zou zo zeggen, maak er een mooie week van. De boodschap van vandaag geldt voor een periode, niet specifiek voor een dag, een week of een maand. Doe er je voordeel mee en ga ervoor. Ik wens je een hele mooie week toe. Doei doei.